Hey, welkom weer bij onze nieuwe vlog. Nou, deze week is het deel 2 van de technische dienst. Ik hoop dat jullie er een beetje wijzer van kunnen worden en goed kunnen zien wat het today allemaal inhoudt. Maar Mandy is even druk met belangrijke dingen. Blijf vooral kijken, want volgende week gaan jullie zien waarmee. En tot dan. Doei. Nou, het is nu 1 uur 's nachts en Mandy ligt op bed, want we lopen oorlogswacht. Dat houdt in dat de hele bemanning in tweeën wordt opgesplitst. En de ene dus dag loopt en de andere nacht. En zo kunnen we het langer volhouden, zeg maar, in oorlogssituaties. Nou, we hebben Jur gevonden. En we gaan nu met Jur mee. Nou, jullie gaan met mij meelopen dagelijks ronden. We gaan het doen over de voortzuringssystemen. We zijn hier aangekomen bij de voormachine gaan. We zijn de jongens die nog altijd gaan schippen. Dus het zal wel een beetje rommeltje zijn. Maar ik ga nu laten zien wat ik daar doe. We hebben twee hoofdvaartgassen binnen staan. En wij kunnen het schip op hoge snelheid voortstuwen. Door middel van een gasgenerator, die draait een heel groot schroepenwiel aan. Dus ook een hoge snelheid houden. En wat ga je dan nu checken bij de dagelijkse ronde? Bij de hoofdvaart ga ik even de brandmeldinstallatie ga ik even checken, BTM. En even olie niveau peilen. Oké. Okay. Checken. Kijk of er geen zonderheden zijn, dus gaan we naar beneden. We gaan met je mee. Gaan kijken of alle lampjes doen. Dat is goed. Kijk eens waar het gaat branden dat die doorkomt. We hebben hier met twee mensen die hebben ons gevangen. Er zijn gevuld met de hamer. Mocht er brand zijn, dan worden we ook daarmee doorgezet. Hier ben ik echt nog nooit binnen geweest. Ja, dit is dus de hoofd van gasten binnen. Dus de inspuiting van brandstof creëert hier dus een hele grote steekvlam binnen. Draait de turbine aan, die draait er een compressor aan, waardoor die lucht aan blijft zuigen. Dus heb je een constant verbrandingsproces. Nou, hier doen we dan nu gewoon verder kijken op bijzonderheden verder. Of alles nog gewoon nat uitziet, geen lekkages. En dat ziet hij? Toch? Ik zie hem. Zijn hier aangekomen bij de achtermachine. De twee kruising diesels hebben er staan. Een hele grote dieselmotor. Het sociaal is alleen dan redelijk wat groter. En nou, dan doen we ook even olie peilen. We zullen het van onze regelstang met even smeren. Dus misschien ook even leuk om te zien voor jullie. Wat kunnen we vertellen? Misschien het vermogen 5000 kilowatt. Dat is ongeveer van de 6.000, 7.000 pk zal het zijn per diesel. Oké. Okay. Dus gaan naar beneden. Aardig wat dus.
die blijft nog even. Die gaat zijn honden nog even afmaken met nog wat kleine dingetjes. Maar ik denk ook gelijk dat dit het einde is van de vlog. Zonder Mandy nu, want die ligt op bed. Dus we zien elkaar ook niet zoveel deze week. En tot de volgende keer. Doei!